De Pheromones spelen al jaren samen. En ik weet toevallig uit zeer betrouwbare bron dat die drummer van ze, die maakte er een gewoonte van om na het eind van zijn optreden zijn heel drumstel in elkaar te trappen. En dan komt hij met een kartonnen doos aan zetten en dan laat hij die heel. Ja, het, is crisis. Ik weet niet wat er gebeurt, er zit een ontwikkeling, zeg maar. Het blijft bijzonder. Goedemorgen, wat gezellig dat u er bent. Ik zou eigenlijk... Nou ja, maak het uit. Een liedje zoveel problemen, nadigheid, ellende komt onder het veld. Mijn naam is Bertie Job, Bertie, ik ben de zanger. Ik zeg van laat aan de hele dag zelfs weer eruit. En vandaag is het weer in Amsterdam. Waar ik niet, meestal gewoon met een grote boog omheen rijd. In het kader van, ze hebben niet voor niks de A10 aangelegd. Dan moeten we even iets van het hart. Ik heb op zich niks tegen Amsterdammers, maar ik vraag me wel altijd af waarom alle Amsterdammers in Almere wonen en die kunnen maar heel veel levensstaten, noem maar op. En waarom ze altijd lopen te brullen dat ze Amsterdammers zijn en altijd een draai bij hebben. En ze zijn ook altijd geboren in de Jordaan, nooit ergens anders. Eigenlijk de enige terug naar een wijk, van heel Amsterdam. Maar wat het meest tegenstaat, is dat je dan vaak, dan kom ik uit Alkmaar, vind ik een gezellig stadje, waardoor dat de erf ons mist. En dan kom ik uit Alkmaar en komt er ergens een beetje spelen in Alkmaar. En dan staat ze op het podium trots en vertelt haar dat ze Amsterdam komen en met een Limburgs accent. Maar goed, dan nu door naar Eindhoven. Eindhoven, Rock City. Oh, ja. Eindhoven de gekste. Ja, ook. Oh, in, maar jij moet weg, Bert. In Eindhoven, weet ik toevallig, uit zeer betrouwbare bron, gebeuren muzikaal heel lastige dingen, cultureel gewoon. Er zit een Eindhoven soort gemeenteraad, die probeert alles wat cultuur heet, onderuit te schoffelen. En volgens mij moet Live XS daar even wat aan gaan doen. Dat, what's going on, newsflash? Geert en Marleentje. Geert is een oude vriend van Armand nog. Oh. Armand die kwam daar regelmatig bij me op bezoek. En daar moet ik nu heen. En dan ga ik daar spelen vanavond. En dan gaan we pizza eten. Maar Bert, jij praat zelf natuurlijk. Ben je gewend. Ja. Als straatmuzikant in Alkmaar al 85 jaar in de Langestraat. Maar we hebben een interviewer. Die gaat hier even de vragen nu stellen. Dus nu nemen wij de regie terug in handen. Ja, kan dat? Ja, ik probeer met de gedragen, Klaas. Ja, nee. Het is niet dat je tot de orde wil. Ik zou je leven. Dat bent je, wat leuk. Want zelf dat je er bent. Hoe kan het dan dat je al 25 jaar artiest bent, terwijl ik nog nooit van jou gehoord? Nou, dit is precies iets wat ik bij de... Ik had het vanmiddag al even over de televisie. Wat er gebeurt op televisie. Bij de Wereld Draait Door zit altijd hetzelfde clubje en dezelfde muzikant in alle tijd. En er komt er iets bijzonders. Het is in het buitenland al mega groot en weet ik wat allemaal. En dan zegt precies hetzelfde. Hoe kan het dat wij er nooit van gehoord hebben? En het komt gewoon. Ze hebben oren en ogen niet open. Gewoon tunnelvisie. Gewoon kijken in het beperkte. Niet kijken van wat is er vreemd en wat is dat en wat is er aan de hand. Maar gewoon... Zou je daar niet aannemen? Stel op Matthijs van Nieuwkerkje weg. Ja, zeker. Dat lijkt me zeer interessant om daar bij die dat soort praatprogramma's. Ik vind ze vaak zo ongelooflijk stom. Pakken we het ook gelijk even mee. Jongen, stel je. Ik weet niet wat de impact van dit filmpje gaat worden, maar het is in ieder geval gezegd. Matthijs, ik vind het ook wel waargenomen. Ik vind dat er ook zijn reden dat gewoon stom gevuld wordt en een stomme. Reacties op gewoon mensen die onzin zitten te verkopen en allemaal me doen. Nou ja, dat is wel belangrijk wat die zegt. Wat een flauwekul. Ja, het is niet echt een reclame om jezelf daar aan tafel te krijgen bij met die hashtag van die kerk. Ben ik bang, maar nee, oké, okay, kan het goed hoor je wat hij zegt? En dat is precies waar het om gaat. Dit is precies wat jij zegt net. Hoe kan het dat ik nooit van je gehoord heb? Ja. Precies, ja. Omdat mensen gewoon bang zijn dat ze iets te horen krijgen wat ze niet willen horen. Terwijl daar juist de informatie achter zit. Ja. Bijna self-fulfilling prophecy op deze manier. Nou ja, ik heb toch mijn podium wel. Oh, precies. Kijk, ik ben niet afhankelijk van de Wereld Draait Door. Dus ik kan gewoon zeggen wat ik te zeggen heb. En ze halen nou die Prem er iedere keer bij, die de grote bek over zit. Maar die wil het ook maar een Prem. Beetje... Ja, Prem, ja! Maar die wil het ook vaak maar gewoon een beetje stom met zijn bek en dan... Iemand wat voor betaald heeft. Ja, belachelijk, hè? Ja, terwijl hij toch een vak geleerd, die man. Ja, hij moet intelligent zijn, maar intelligentie is een gatenkaas. Mensen kunnen heel intelligent zijn op het ene punt. En op de andere punt stappen ze gewoon helemaal geen hele fuck van. Gek en geniaal liggen dicht bij elkaar, heb ik wel eens gezegd. Ja, dat... Denk jij dat ook dan? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk wel dat geniale mensen sowieso ook wel een tik hebben. Een tik hebben, ja. Hoor je dat, Klaas? Prince? Een afwijking. Ja, bedankt. Goed, hè? Ja. Hey, Bertje, we moeten afgerond, want ik ben de Pheromones kent op jongens. Leuke band! Hele leuke band! De Pheromones, ik heb... Ja.
ik heb laatst toevallig weer Dick van Rick Mayol gezien. Oh, die is leuk, hè? Van Bottom vroeger. Ja, inderdaad, van Bottom. En dan gaan ze die kroeg en dan hebben ze allebei zijn eigen helemaal ondergespoten met de pheromones. En dan proberen ze op die manier vrouwen te krijgen. Oh ja, met die seksspray. Ja, dat. Fantastisch. Ja, alleen daarom ben ik fan van jullie. Ik vond de muziek trouwens ook leuk. Gaaf, daar ook. Ook niet onbelangrijk. Nee. De muziek was ook nog best aardig. Ja. Ja, en ze waren op dat de kleed daar waren ze ook te gek. Ik vond het een leuke met pheromones. Is de algehele vraag ook even aan Bertje toch? Ja. Reunie van Live Access is de slotvraag aan iedereen. Welke band zou je graag in de reunie willen zien? Heb jij een band waarvan je denkt van die is bestaan niet meer? Maar wat zou ik het leuk vinden als die nou een keer bij elkaar komen? Ziek maar, de Freak. Ziek de Freak van Ziek de Nile... Nee, Ziek de Freak. Ik dacht van Nile Rodgers, maar dat is... Nee, Ziek de Freak. Nee, je komt niet uit Alkmaar. Dat is heel duidelijk in dit geval. Je valt nu echt... Ziek de Freak is echt... Als goudse kaas door de man. Dat is gewoon... En Wim van Bil. Wim van Bil. Is dat de enige echte Wim van Bil. Ken je niet? Nee, natuurlijk niet, man. Ken je Wim van Bil? Zoek het op, Wim van Bil. Nederlandstalige goede rock. Gewoon echt heel te gek. Ja, fantastisch. Mot, Man onder tafel. Trio uit Enschede of Hengelo. Dat bestaan ook niet meer. Dat krijg je ook niet bij elkaar, denk ik. Maar dat zou ik zo gaaf. Daar heb ik cd's van liggen, jongen. Echt fantastisch. Wim van Bil, als je luistert, als je kijkt. Wat ik verstand vind op de radio, er komen mensen die willen een verzoekje aanvragen. En vragen ze naar een plaat die iedereen al kende, die ze zelf in de kast hebben staan. Ja, dat vind ik ook zo stom. Zoek nou iets wat je niet kent. Kun je eindelijk het onderscheid maken en dan kom je met de Bohemian Rhapsody aan, bijvoorbeeld. Schrijf jezelf nou eens. Er is een versie van de Bohemian Rhapsody van Erik Seipenstein. Die zit ergens op de Canarische eilanden of zo, want die. En die speelt hem op een akoestische gitaar met Daniel Snaren. Op YouTube gewoon zoeken. Erik Seipenstein met een lange ijs. Wat er is. Echt waanzinnig. Zetten we wel een keer ergens boven of onder in beeld een keer. En met Van Bil, dan kun je de stemmen liever. Wim van Bil. Wim van Bil. Als ik nog één ding... Mag ik nog iets zeggen? Precies. Ik wilde voorstellen, Bert, je zei volgens mij 10 minuten geleden al dat je heel snel naar Eindhoven moest. Ja, dat klopt. Ja. Ik wil je niet opjagen, maar het park uit. Eindhoven. De hits. Rana Dick en de Surrets. Moet je ook... stel je mafcases en dat. Maar wat ook. Ik ga naar Eindhoven, ik ga spelen en een pizza eten. Dankjewel en succes. En als je met eerst aandacht nodig of zo, kom maar op. Hoor. Ja, dan trek jij ze wel weg. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ik schreeuw iedereen overal heen. Hey, dankjewel.